Het PLN-gen is een gen wat in de hartcellen zit. En een foutje in dat gen, en dat is waar de families waar we vandaag mee spreken aan lijden. Dat foutje leidt tot een verstoring in die calciumhuishouding. En daarna gebeurt er van alles in die hartcellen, waardoor ze op een gegeven moment doodgaan. Het is dus gevaarlijk omdat er een kans is op onverwacht plotseling overlijden. In Noord-Holland komen de gevallen van genmutatie vooral in het noorden voor. In West-Friesland zijn er ongeveer 40 dragers van het PLN-gen en in de Noordkop zijn er ongeveer 50 dragers van de ziekte. Bij deze mensen is de mutatie officieel vastgesteld, maar het AMC denkt dat er wellicht 1 op de 1000 Noord-Hollanders de mutatie met zich meedraagt. Het is erfelijk, het is dus 700-800 jaar geleden ontstaan. Als iemand het heeft, dan is er 50% kans dat je het doorgeeft aan je nakomelingen. Is er echt iets tegen te doen? Nee, er is niks tegen te doen. Als het proces eenmaal op gang is, dan probeer je alle maatregelen die we nemen zijn om symptomen te voorkomen en het proces te vertragen. Maar we kunnen het niet voorkomen.